Yo mensen, tof dat kijken naar deze video. Mijn naam is Wesley van Vivalbor 1999. Met vandaag weer de nieuwe Arne slot Fajno Career Mode. En we starten deze aflevering met de wedstrijd tegen Juventus. De volgende keer hebben wij 3-3 gelijk gespeeld tegen Juventus. Dus we hopen nu in eigen stadion. Een keer weer een winst te zien pakken in deze Champions League pool. Het moet wel gaan lukken nu. In eigen stadion zien we Graziano Pello, zien we we zien Guus Til. Balmen, Malatia, Pinas. Dit zijn de spelers die dat moeten gaan doen. Rumartu in de plaats van Senesi die geschorst is. Karsdorp en Bijlo en natuurlijk de aanvoerder Julian Martens. Kan de aanvoerder belangrijk zijn hier in de Kuip? Eigenlijk een wedstrijd die moet gewonnen worden. Voor Feyenoord. Dit zijn de gevaarlijke namen. Dybala en Ronaldo natuurlijk voorin daar. Dus het wordt uh, billen knijpen voor Feyenoord. We gaan kijken of wij hier voor de tweede keer tegen bestand zijn. We stonden natuurlijk vorige keer 3-1 voor. Hebben we het handen gegeven. 3-3. Nu hopen we natuurlijk gewoon vanaf minuut 1 het druk op te kunnen zetten. Want in de kaap zijn wij sterk. Ook al verloren we hier ook voor Barcelona. Was het in de Kuip? Voor mij wel. 4-3 verloren. In de laatste minuten scoorde Barcelona het laatste toepunt. Had er nog zomaar 3-3 kunnen eindigen. Maar de volgende wedstrijd is tegen Barcelona in de Champions League. Die is voor de volgende aflevering. Dit zijn de elf van Feyenoord. Met geen sinesie dus. Maar hoe maar toe. Achterin gaan we misschien wel vaker als centraal verdediger spelen. En Pinas naast hem. Dit zijn de elf van Feyenoord gaan we kijken naar de elf van uh, Juventus. Of ja, uh, Pimenta Calcio, hoe het dan ook nu in FIFA mag heten. Dit zijn de elf van Juventus. Ook Matthijs de Ligt, Nederlander. Cellini. oppassen geblazen, dus achterin zeker staan ze sterk. Costa komt de eerste kans voor uh, Juventus. Costa, Ronaldo, Romato. Zit goed Ronaldo in de weg. Dat zat hij ook al in de uiterste tijd, uh, waar hij ook speelde volgens mij. Goeie paas. En één keer door richting uh, Julian Martens. Martens met de voorzet richting Pelle. Controleren en niet schieten. Gered door de doelman. Niet echt uh, met vertrouwen weggehaald. Talia Vigo. En de bal nu voor Arthur. Nu Juventus met het balbezit. Talia Vigo. Natuurlijk vaker gespeeld in de Kuip als Ajax speler Hier de bal van op. Goeie paas op Pelle. Krijgt nog helaas de bal niet verder. De bal blijft in de bal zit voor Juventus. Maar ook niet even hard. Dan Dan ja, gewoon een peer weg. Een ingoed nu dus voor Feyenoord. Mancini. Gustil. Aluovic. Goed. Bomen. Bomen. En de bal op de lat. Had zomaar de 1-0 kunnen zijn. Aluovic. Het kan nog steeds. Maar de bal wordt weggehaald. Rabiot. Die Oppassen nu. Ronaldo en die daarvoor in. Goed gedaan door Pinas. Bal weer terug naar achteren. Gedrukt. Maar ze komen er langzaam weer uit. Dybala, Ronaldo. Moet van de bal gezet worden. Daar moeten we echt op letten. Cristiano Ronaldo. Wat we in de uiterste zijn niet echt goed deden. Dybala. Arthur. Goeie tackle van Pinas. Roem maar toe. Nu weer de countermogelijkheid voor Feyenoord. Balmen Goed. Aluwevits. Perfecte paas. Graziano Pelle. Moet het 1-0 zijn voor Feyenoord? Pelle. Ja, 1-0. Graziano Pelle. Op aangeven. Perfecte paas. En Pelle maakt het perfect af. Allure iets met de paas. En 1-0 is het voor Feyenoord. Door Graziano Pelle. De Italiaan scoren tegen een Italiaanse club. Natuurlijk een jongensdroom misschien voor hem geweest om ooit uit te spelen. Maar ja, dat is er nooit van gekomen. Nu is het terug bij de club waar het allemaal voor hem ja, beter is geworden. Toen is het dan naar gemaakt. En ja, toen naar China. En toen doen we terug naar Parma waar hij dus begonnen is ook als speler. Ronaldo, 33ste minuut. Arthur. Ronaldo. Arthur. Toch weer even Juventus die uh, de, deze laatste minuten van deze eerste helft dicteert. Hier komt de bal bij Ronaldo terecht en hij gaat er ook in. Het is de 1-1. De gelijkmaker van Cristiano Ronaldo. Zullen we dus weer niet af kunnen dwingen voor een doelpunt? Hij, hij, hij scoort tegelijk, maken. hij brengt Juventus terug in de wedstrijd. Ondertussen de tweede helft. Dus een perfecte paas op uh, Mancini van de Mancini met de voorzet, perlen controleert en schiet. En de redding van de doelman. Had de 2-1 misschien zelfs wel moeten zijn. Gaan we wat wissels uitvoeren? Uh, ja, ik ga even wat wissels uitvoeren. Even kijken. Ik ga. Oh, staat er, ik heb uh, een beetje op verdedigend gezet. Karsdorp gaat gewoon rechts achter. Uh, Til gaat iets naar voren. En dan ga ik iets wisselen. Die is wat moe. Die gaat eruit. En zijn vervangen wordt uh, Hunt. En ook Bomen gaat eruit. En zijn vervangen wordt uh, Wouter Burger. Dat zijn dus de twee aanpassingen vooralsnog. Hunt en uh, Burger. Die er dus inkomen. Hier de bal voor Feyenoord. Zesde minuut. Julian Martens. Nog steeds 1-1. Komt Vaten nu richting het doel. Martens. Pelle. Terug naar Martens. Nee, dat kan ook naar Pina's. Meegekomen van achteruit. Raakt de bal kwijt. Balbezit is weer voor Juventus. Ook niet echt van harte. Moeten we uh, oppassen daar. De licht die bijna de bal verspeelt aan Pelle. Uiteindelijk heeft uh, Juventus gewoon het balbezit. Hoe de slordig gedaan. Zo onderschat door Malatia. Burger, daar kan Fijne vooruit komen. Burger, pellen, Hunt. Hunt. Martens. Goed. Martens. Voorzet. Wegdraaien. Paas. Til. Wordt naar ruimte gezocht. Til wordt er onderuit gehaald. Ja, dat is de strafschop. Hij werd, ja, ik weet niet hoe dat gebeurt. We gaan de herhaling kijken. Maar hij werd onderuit gehaald daar. Hier gaan we het zien. De bal werd weggehaald. En zien we dat, ja, met het voetje wordt Til onderuit gehaald. Dat is de strafschop dus voor Feyenoord. En er gaat niet uh, Guus Stil achter die bal staan. Maar Graziano Pelle, die tot nu toe de beste vrije trapper kan nemen. De man dus, Graziano Pelle. De man van de 1-0. Nu richting de 2-1. Gaat het hem lukken? Graziano Pelle voor de 2-1. En ja, het is Graziano Pelle. Het is 2-1 voor Feyenoord. En weer mag de spits hem scoren. De spits op leeftijd. Voor mij 35 jaar, 36 jaar, scoort de 2-1 voor Feyenoord. Keeper. Verbaasd. En 2-1 is het. Kort hier nog te gaan. Juventus natuurlijk op jacht naar de 2-2. Weghaalt door Burger Bijlo. Pinas, die een goede wedstrijd speelt. Sterke wedstrijd voor hem. Hier de bal op Karsdorp. Pinas, terug naar achteren. Hunt, die daar de bal even kwijtraakt. Dat is niet het lekker van die jeugdspeler. Uh, moet, uh, moet even wennen. Ronaldo nu. Ronaldo, echt goed onderscheid door Roumartou. Die altijd daar ook weer sterk staat. Hè? Tegenover Ronaldo. Zoals de vorige wedstrijd. Nu zorgt u er dus voor dat dit geen doelpunt wordt. Goed gedaan door Roumartou. Hoeksel wel voor Juventus. 10 minuten nog te gaan. Die bal is eruit gehaald bij Juventus. Costa, Arthur, kan Feyenoord hem onderscheppen. De Ligt, De licht gaat het proberen van die afstand. De licht en het is de 2-2. Matthijs De Ligt scoort de gelijkmaker, waar Kramer binnen achter de lijn staat om in te vallen voor uh, Mancini. Maar het is wel de 2-2, het staat dus weer gelijk. Mancini naar de kant, Kramer is de vervanger. En zo staat Juventus weer op gelijke hoogte. En kan Feyenoord dan nog wat doen? In de laatste minuten, in de Kuip. Feyenoord wil, kost wat het kost, winnen. Maar hoe? Karsdorp. Langzaam op zoek. Hunt. Goede paas op Karsdorp. Doet het wel goed dit keer, Hunt. Karsdorp dan. Nou, Karsdorp dan. Geeft hem hem nog af. Daar had hij Dart Pelle zelf binnen moeten schieten voor zijn hat -trick. Maar hij laat het over aan Burger. aan oh, Burger. Aan uh, Kramer. Nou, hier nog een voorzet van Malatia. Bal weggehaald. Maar ja, Kramer had hem daar misschien. Ja, eigenlijk had Pelle hem zelf moeten uh, doen. Maar ja, daar ging hij dus weer niet heen. Malatia met de voorzet. Slechte voorzet. Matthijs Licht bokst de bal. Kopt de bal weg. Maar opvang hier door uh, Hunt. 87e minuut. Burger. Karsdorp. Goed. Pellen. Pellen komt daar niet langs. En nu is het weer uh, aftellen geblazen. Want dan komen de laatste minuten zo meteen aan. Bij een 2-2 stand. Het is een soort gedaan door Juventus. Dan kan Varen nog één keer misschien. Nog één keer richting het doel gaan van Juventus. Guus Til. Til. Dit is een soort gedaan. Tjellini onderschept. Balbezit is het dus weer voor Juventus. Dit is een harde tackle zich van Malatia. Pina's. Karsdorp, het kan misschien nog. Nog één keer. De laatste kans spellen. Ziet Martens gaan. Ja, goed. Julian Martens. De aanvoerder, ja. 3-2 voor Feyenoord. En het is Julian Martens die de wedstrijd hier beslist voor de Rotterdammers. De aanvoerder. Op aangeven van Graziano Pelle is het Julian Martens met de 3-2. En wat is, dat is dan een hele spannende wedstrijd geweest? Tegen Juventus. Maar Feyenoord gaat hij wel winnen in de slotminuten. Door het doelpunt van de aanvoerder Julian Martens. Wat is hij belangrijk tot nu toe? En zeker dit seizoen. Vorig seizoen al op Berghuis geblesseerd van het uh, veld afging. Waar hij dus het hele seizoen op die plek heeft gestaan. Ondertussen dus is Berghuis verkocht naar Chelsea. En is hier dus nu de nieuwe man Julian Martens aan een heel goed seizoen bezig. En misschien is ook wel een terechte transfer in de winterstop nog niet. Want we willen hem nog niet verkopen. Mits er echt een topclub komt. Daar ga ik er wel serieus over nadenken. En een mooi bedrag. Maar zo'n speler moeten we eigenlijk gewoon het hele seizoen nog even houden. Zeker als we verder komen in de Champions League. Uh, we gaan nog één wedstrijd spelen deze aflevering. Uh, een paar simuleren en één speler. De degene die we gaan spelen is de interlandwedstrijd voor Slovenië met, tegen Italië. De andere tegen Duitsland simuleer ik ook. En we zien hier trouwens dat Julian Martens is opgeroepen voor het Nederlands elftal. De eerste keer volgens mij. Nou, dat is mooi voor zo'n speler dat we hem toch naar het Nederlands elftal hebben kunnen brengen. Ja, Luovic en... Uh, die andere Merovic, dat weten we natuurlijk zelf ook, want die hebben we zelf bij Slovenië neergezet. Sparta Feyenoord, die winnen we 2-0. Dat is super mooi, twee doelpunten. En dan dus hebben we ook een overwinning hier op het kasteel. En dan gaan we nu dus de wedstrijd in tegen Italië. De vriendschappelijke wedstrijd. Hebben we nog wat jeugdspelers? Hier bij Slovenië niks. Nee, die is niet. Slovenië niks. Hier dan misschien nog wat in China. Ook helemaal niks. Ook niet echt een goede scout hoor. Geen goede spelers in China. Even achter aan de land opzoeken, zometeen. Of zometeen de volgende aflevering even kijken. Hebben jullie nog goede landen, goede landen? Tips voor goede landen waar ze talenten hebben rondlopen? Ik merk dat bij Nederland, hier zien we het ook. Ik had net de eerste als jullie konden zien. Dat is een uh, centrale verdedigende middenvelder. Die ga ik als uh, centrale verdedigers uh, trainen. Even kijken hoor, dat is uh, Van den Bos. Die gaat als centrale verdediger, dus uh, raad centrale verdediger worden. Even kijken hoor, daar gaan we niet. Nee, ha, ja, goed. Hij is 15 jaar. We kunnen hem dus sowieso niet naar de selectie nog zetten. Dus we trainen hem in ieder geval naar de centrale verdediger. Maar daar hebben we wel wat jonkies voor nodig. Er lopen geen jonge centrale verdedigers rond hier in de kuip. Dus uh, hij zou de eerste zijn. En dit is ook de eerste aanval nu voor Italië. Waar dit dus uh, nog steeds 0-0 dus. is. We zijn het dus begonnen kwartier gespeeld. En nu komt Slovenië misschien uit. Komen we eruit. Ja, goede paas. Dan moet dit het uh, doelpunt zijn voor uh, Sporar. En de redding van Sirigu. Hoekschop voor Slovenië. Illyrich, behalve gaat in Insigne. Ik weet trouwens ook niet of wij ons nou al gekwalificeerd hebben voor, de, voor, de, voor het uittenooi. We hebben de laatste wedstrijd volgens mij toen gewonnen, dus ik weet het eigenlijk niet. Ik weet ja, niet hoe het zit met hoeveel ze wordt en wie dan wel doorgaat, wie niet. In ieder geval weten we nu wel dat Italië op jacht gaat naar een voorsprong. Tonali, S Sensi, ieder bal over. Doeltrap, Oblak. De enige topspeler eigenlijk tot nu toe in het helftal van Slovenië. Maar aan de slot hebben we ook gezegd: we willen een top team bouwen. En met Aluvits, die daar natuurlijk uh, ja, echt sterk mee bezig is om een goed seizoen seizoenbeveiligd neer te zetten. Die natuurlijk nog wel een seizoen wil blijven. Misschien wel twee zelfs. Want ik wil met dit seizoen, ik wil met deze carrière uiteindelijk eigenlijk gewoon doorgaan. Oeh, hier komt bijna de kans en de rebound gaat naast van Tonali. Hoe krijgen die bal eigenlijk naast? Maar gelukkig voor ons, maar. Wat ik wil zeggen, ik wil eigenlijk doorgaan tot de nieuwe FIFA komt met deze final query. Want ik wil bouwen met de jeugdspelers. En als ze top zijn, wil ik ze verkopen. En dan weer eens enzovoort met de andere goede spelers. Want zo blijf je altijd gewoon investeren en gewoon uh, goed je best doen. En uh, met de jeugdspelers gewoon uh, veel gaan halen. Wij komen hier ook op een 1-0 e voorsprong. Mooi gedaan. Half uur gespeeld. 1-0 e voor um, Slovenië. En zo staan we dus voor. Goede paas ook trouwens. Ja, natuurlijk perfect afgemaakt tegenover Sirigu. Geen uh, Donnarumma, dus in daar een doel. Misschien dat het daarom ook onmakkelijk gaat. Donnarumma is namelijk langer. En daarom valt hier misschien ook wel de 2-0. Het is weer Aluovic die scoort nu dus ook tegen Italië. En mochten we naar een eindtoernooi gaan, dan zijn wij misschien wel de verrassing van het toernooi. Wie weet, laten we dat hopen natuurlijk. In ieder geval staan we hier voor met 2-0 tegen Italië. Aluovic met, hun, met zijn doelpunt. Sensi. Maar Italië al vroeg de kans had om een doelpunt te maken, de eerste. Maar die werd een twee keer gemist. Waarvan de tweede keer erin had gemoeten. Maar goed, praten we niet meer over. Insigne, die hier toch langskomt. De kleine Insigne. Sensi. Da Silio. Kan, kan Slovenië de bal terugkrijgen? Voor ons nog niet. Tonali. Eerst had hij er bijna op zitten bij een 2-0 voorsprong. Tonali helemaal terug. Geeft de bal over de lucht. Goed, op Sensi. Moeten we oppassen. Kan nou zeg ik weer Feyenoord. kan Kunnen wij, ik ben beter zeggen, kunnen wij de bal terugjagen? Jazeker, hier. We zien een voorrust voor een 3-0 gaan. Dat zal een hele grote verrassing zijn, maar het is wel een goede paard. Dus, uh, het is natuurlijk kilometers spel. Dat ziet de blinden nog zelfs. Dus blijft het bij 2-0. Bal zit dus nu weer voor uh, Frankrijk. Frankrijk. Voor Italië. Insigne. Sensi. Insigne. Kan, uh, kunnen wij de bal daar terugkrijgen? Volgens mij nog nog steeds niet. Sensi. En onderschept. Nu misschien de, de counter. Zo de laatste minuut. Komt er nog een kans. Ilicic. Ilicic. Goede paas. Dan moet het de 3-0 worden. Zou het zijn. Zou het vlak van rust. En die valt. Ja we zien hier wel dat de keeper wat te klein is. Want het is de tweede van de Luovic En het is 3-0. Is het dan al voor Rus beslist? Dat gaan we zien. Want de tweede helft is op start gegaan. En ik moet zeggen. Italië begint heel sterk aan de tweede helft. Ze gaan op jacht naar doelpunten en dan kan zomaar hier een keer de eerste vallen. Kunnen we de bal onderscheppen? Nee. Dan komt hier een serieuze kat en ook het serieuze doelpunt. Sensi, het is uh, 1-3. We staan nog ruim voor met twee doelpunten verschil. Maar dat moet je niet hardroepen. Italië heeft een boost gekregen in de tweede helft. Begint sterk en maakt de 1-3. We staan nog maar twee, vers twee, twee doelpunten verschil voor. Dus dat zegt allemaal nog helemaal niks. Maar toch, je moet oppassen omdat we weten dat we vaak kansen of uh, voorsprong uit handen geven. Ook met Feyenoord, maar ook met Slovenië. Iedere ziets. Ieder zie de harde paas in de bal zit voor de Italië. Het uh, is echt uh, een rommeltje nu bij Slovenië op dit moment. Arnazot lijkt ook aan te geven aan de zijlijn van waarom. Zat met zijn handen omhoog te gebaren. En dan komt hier de kans voor Belotti. Belotti, tackle is niet goed. Tweede standje ook niet. En dan is het uh, ja, de 2-3. En dan wordt het heel erg spannend nu. Laatste 20 minuten. Nog steeds de voorsprong voor Slovenië. Maar ik zeg al, Italië wordt veel te sterk in die tweede helft. Weer Belotti. Belotti komt daar weer langs. Hoge paas over de lucht. Voor binnengehouden in de handen van uh, Oblak. Misschien een enige goede. Oblak met uitworp die echt niet echt top is. Dan komt er weer de kans. Het is echt een soort als hier dan een doelpunt komt. En die komt er ook. Het is 3-3. Hoe kan je een 3-0 voorsprong uit handen geven? Nou, zo. Door een stek, tweede helft van Italië. Is het nu 3-3. En dan moeten we echt wat gaan doen in het laatste kwartier. Nou, dan komen we eigenlijk hier voor het eerst uit uh, in deze tweede helft. Er komt dan ook gelijk een doelpunt. Proberen we proberen het wel. En dit wordt hem ook. We staan weer voor. En het is weer Sporá. Niet Sporá, het is de eerste. Maar het is wel de 4-3. We staan weer voor. En dat is natuurlijk een voordeel. <laughs> maar goed, in ieder geval, het is geen belangrijke wedstrijd. Dus op zich maken niet uit. Maar je wilt toch als bondscoach. Tegen een groot land een goed resultaat halen. Zeker in de eerste helft hadden wij een, goede, een goed resultaat. We speelden heel goed. Maar de tweede helft was zwakker. Italië werd sterker. En dan zag je dat het voor ons moeilijker werd. Maar nu lijkt het wel naar het doelpunt dat we wel weer een beetje naar het niveau zijn van de eerste helft. Allu iets. Goede paas over de lucht. Dan moet dit de 5-3 worden. En dat wordt het hem niet. Het kan nog steeds als de balbezet niet voor nee, niet voor ons is. Of toch weer wel, zoals gedaan, nu door Italië. Een beetje stond te kijken van die 4-3. En hier valt hij dan misschien nog van Aluovic voor nog zo'n doelpunt. Ja, hoor, het is nog een keer Aluovic. En het is 5-3. Zo redt hij misschien zelfs wel Slovenië. Met een overwinning tegen Italië. De West hierna is tegen Duitsland. Die ga ik simuleren. Ik, wou, ja, ik had het ook kunnen spelen. Maar ja, weet je, hebben we hebben nu één topland gespeeld tegen Italië. De andere gaan we dus simuleren. Illisic gaat naar de kant. En de laatste vijf minuten zijn aangebroken. Dit is uh, misschien nog een kans voor de 4-5. Kunnen we de bal onderscheppen? Komt er een overtreding? Ja, dit is een overtreding. Dan is het een strafschop. Zorg gedaan. Dan komt er nog een kans voor een 4-5. En nog heel spannend te kunnen maken in de slotminuten. Alleen naar de kant. Wordt het dan O'Blak? Of wordt het Italië met het doelpunt? En O'Blak zit dichtbij, maar hij zit erin. Weer een wissel. verdediger die dan naar de kant gaat. Ik ga nu het laatste minuut gewoon de bal rondtikken. Ik, ja, dat doen ze het echt ook. Dus waarom ik niet in de game? Want we moeten niks met handen geven nu. Bij een 5-4 voorsprong tegen Italië zou ik zeggen, mooi zo, strik omheen en stoppen. Maar ja, we moeten nog een paar seconden, een paar minuten. Komen er komen nog twee minuten extra tijd bij. Dus het is nog heel wat te getikken. Kijken of er wat nog gaat. Dus openvallen, dat de spelers druk gaan zetten. Misschien dus kunnen we dan één keer eruit proberen te komen. Hier misschien nu. Even kijken, twee minuten zijn voorbij. Dus het zou op zich nu af mogen gaan fluiten van mij. Al over de lucht nog misschien. En dan gaat hij wel affluiten, denk ik. Hij heeft de fluit al in zijn mond genomen. En uh, hij fluit nu ook uh, daadwerkelijk af. Het is voorbij. We winnen met 5-4 van Italië. Een wedstrijd van Aluvits waar heel erg belangrijk was. Nu de wedstrijd tegen Duitsland. En we gaan kijken of we tegen Duitsland kunnen winnen. We gaan het zien. Simuleren. En deze wedstrijd die verliezen we met 2-1. Dat is wat minder. Maar goed, 5-4 gewonnen van uh, Italië. Nu 2-1 verloren van Duitsland. Het mag tegen een topland. Dus laten we dit maar zelf vergeten. Nu de wedstrijd tegen Utrecht simuleren. Dat we de volgende aflevering tegen Barcelona kunnen beginnen. En als Utrecht staat op een derde plaats, ze moeten eigenlijk gewoon winnen. Om PSV ook dichter bij PSV te komen. Wat wordt de wedstrijd? Fijne PSV. Het wordt een 5-2 overwinning. Dat is best veel. Martin, Stil, Pelle, Aluovic en Mancini. Dat is best veel voor FIFA, zijn en dan simulerend 5-2 te winnen. We moeten er wel gewonnen voor u terecht. Dat is natuurlijk het belangrijkste. En de volgende aflevering is tegen Barcelona. Maar goed, dat is voor de volgende aflevering, ik zei het al. Bedankt voor het kijken naar deze video. En later.